Ik ben Wim de Groof, ik ben de secretaris van Fanfare Orkest Brazo Sax uit Westerlo. Brazo Sax is eigenlijk een regio-orkest. Wij hebben een verzameling van 50, 55 muzikanten die een beetje uit alle windstreken komen. Ruime provincie Antwerpen, ook een beetje Limburg, Vlaams-Brabant. Dus Westerlo is een beetje centraal gelegen. En wij proberen muzikanten die allemaal in een moedervereniging spelen ook een extra uitdaging te bieden, zoals vandaag deelname aan het Vlaamse Open Fanfare Kampioenschap. Ik vind het fantastisch dat deze concours plaatsvindt. Ik denk, het bestuur en ons orkest vinden het fantastisch dat we sinds een aantal jaren dit Vlaamse Open Fanfare Kampioenschap hebben. Er was echt behoefte aan, denk ik, aan een moment waarop de fanfare één dag per jaar centraal kan staan, of één keer om de twee jaar centraal kan staan. En dat ook de fanfares in Vlaanderen en uit Nederland ook elkaar kunnen ontmoeten in een prachtige cultuurtempel zoals Heist op den Berg. Ik denk dat dat echt een fantastisch initiatief van Vlaamo is. En we hopen dat dat nog lang mag duren. Als jurylid hoor je bij het inspelen van het orkest vaak al wat een orkest in huis heeft. En soms kan je ook al horen welke eventuele onvolkomenheden later in de muziek naar voren zullen komen. Daarom is het ook wel belangrijk om als keuzewerk iets uit te kiezen wat een orkest goed ligt. Dat je vooral de kwaliteiten van het orkest naar voren laat komen. Thank you.
Thank you.